Het is absoluut een leuke nominatie, maar hoe zal ik het zeggen? Ik heb wel een mooiere prijs in mijn leven gewonnen. En het is natuurlijk om geen afbreuk te doen aan deze prijs, maar het is gewoon omdat ik groepsprijzen meestal wel nog net iets leuker vind dan individuele prijzen. Ja. Het is altijd mooi om zoiets eventueel mee naar huis te nemen. Ja, tuurlijk. Zeker en vast is een klein beetje erkenning dat heel veel speelsters verdienen ook. En dat het altijd leuk is als dat het ook naar jou toe gaat. Dus zeker en vast dat het ook wel leuk is om genomineerd te zijn. Het is afsluiting van het seizoen en dan voor jullie begint de voorbereiding bijna voor de Red Flames. Ja, eigenlijk is die al begonnen. We zijn nu al 3 weken thuis aan het voorbereiden. En het is een heel stevig programma, maar het is echt wel nodig. Het is niet zomaar een toernooi dat we gaan spelen. We moeten allemaal top in orde zijn. Dus, maar vanaf dinsdag begint het echt allemaal. Dus, ja. Hoe zie je de kansen van de Red Flames in de TK? Ik zie de kansen, dat is een moeilijke vraag altijd op voorhand te stellen. Maar laat ons zeggen dat onze ambitie is om zeker en vast wel die groepsfase te overleven en samen met de een andere ploeg door te gaan naar de knock-outfase. Dat is zeker en vast onze ambitie.